Welkom bij de AP Talkshow, live vanuit de productfabrieken in Amersfoort. Vandaag gaan we jullie meenemen in de wonderlijke wereld van API's. Application Programming Interfaces. Met API's proberen we om informatie heel makkelijk, heel bruikbaar te maken. We gaan proberen om overheden de data makkelijk met elkaar te laten delen. En we hopen dat bedrijven mooie applicaties gaan maken met de API's die de overheid in elkaar maakt. Mijn naam is Michael Langeveld. Ik werk bij het kadaster. Ik ben sinds 2 jaar actief binnen het kennisplatform API's. En ik ben vandaag jullie host. Dus nogmaals, hartelijk welkom. Ik ga dat vandaag niet alleen doen. Jullie krijgen tal van gezichten te zien, zoals je nu ziet verschijnen op je scherm. We beginnen straks met Jasper Roes en Han Zuidweg van het kennisplatform. Zij zullen meer gaan vertellen over de design rules en wat daar allemaal gespeeld heeft. We krijgen een internationale gast, Monica Posada Sanchez. Zij is van het Joint Research Center van de Europese Commissie. En zij heeft onderzoek gedaan naar API's in Europa. We krijgen te maken met Tony Sloos. De penvoerder van de beroemde API en de API en URI-strategie van het DSO, de Digitale Stelselomgevingswet. Hij zal aangegeven hoe API's binnen het stelsel gebruikt gaan worden. We hebben te maken met Pieter Hering, architect bij Logius en beheerder van de digikoppeling. Pieter zal jullie gaan vertellen waarom die eigenlijk API's al veel eerder zou hebben willen hebben. Daarna komt Elma Tenner. Elma is betrokken in het Citizen Science Program van RIVM. Het programma heet Samen Meten. En zij is iemand uit de praktijk die haar ervaringen met het gebruiken van API's zal gaan duidelijk maken. En tenslotte spreken we nog met Bart de Lathouder. Bart is van de OGC, Internationale Standaardisatiecommissie. En zij hebben sinds kort een API design standaardisatie achter de rug. En hij gaat vertellen wat dat hun heeft gebracht. Zij hebben een hele andere manier geïmplementeerd van het omgaan met API's. Dat voor wat betreft de sprekers. We hebben ook nog een aantal huisregels zoals gebruikelijk. Die verschijnen nu op je scherm. Stel vragen via de chat. Internationale gasten die we één hebben, die kan je vragen stellen in het Engels. En deze talkshow wordt opgenomen en komt online beschikbaar. Nou, we zitten dus in de week van de API. Misschien zijn een aantal van jullie al bij een aantal andere sessies geweest. Vanaf maandag zijn er inmiddels 5 sessies geweest waar je hebt bij kunnen aansluiten. Morgen is de laatste sessie over het fenomeen API's. Eigenlijk is de aanleiding voor deze week van de API die we samen met ICTUE organiseren. Dat we net voor de zomer zijn de API Design Rules goedgekeurd op de pas toe en leg uitlijst. En daar komen we ook vanmiddag nog een aantal keer uitgebreid op terug. Mijn collega bij het kadaster, Jasper Roes, heeft samen met Joost Verla de design rules opgesteld. En ik zou Jasper als eerste willen vragen, waar gaan die design rules over, Jasper? Dankjewel Michael voor de vraag. Leuk dat ik hier mee mag doen. De design rules is eigenlijk een setje met regels die je helpen om een goede API te maken. En dan moet je de regels niet per se nu al meteen zien als hele strikte regels. Maar het helpt je gewoon om een goede RESTful API te maken. En dat helpt dan vervolgens weer partijen die de API moeten implementeren, om makkelijk te kunnen implementeren. En dus niet heel veel moeite te moeten doen om iedere API van een overheid op een compleet nieuwe manier te moeten implementeren. Oké. Heb je design rules zelf bedacht? Nee, gelukkig niet. Daar is een hele grote groep bij betrokken geweest. We zijn gestart met de DSO API-strategie. Want in het Digitaal Stelselomgevingswet, daar wordt al langer met RESTful API's gewerkt. Mm-hmm. En daar lag dus al best een hele goede basis van waaruit we vertrokken zijn.
daar kwam ook het gevoel naar boven, hey, we moeten hier meer mee doen dan alleen maar voor het DSO toepassen. En er is daarna een hele grote werkgroep betrokken geweest om te helpen om punten uit te dragen en uit te werken. En dat kwam van allerlei kanten. Heel veel overheden hebben meegedaan. Maar er zijn ook al best wat softwareleveranciers betrokken die of dan wel zelf API's moeten realiseren of ze moeten implementeren. En die dus het belang zien van goede API-design rules. Die design rules die zijn nu op de pas toe en leghuislijst terechtgekomen. Wat betekent dat voor overheden? Welke aandachtspunten geven die design rules aan die overheden? Ja, de design rules zijn inderdaad op de pas toe of leguitlijst van het Forum Standardisatie opgenomen. Maar daar is maar een deel van de design rules opgenomen. We hebben namelijk één stuk wat je vooral in hoofdlijnen vertelt waar een RESTful API aan moet voldoen. Die is dus nu verplicht voor overheden. Dus iedere overheid die een RESTful API gaat maken, die moet die richtlijnen volgen. Daarnaast is er ook nog een heel set met extensions, zoals we ze genoemd hebben. En dat zijn eigenlijk een soort van best practices die je helpen om een API goed in elkaar te steken. Daar zit bijvoorbeeld een stukje over paginering in. En hoe ga je om met geografie? Dat soort zaken. Die zijn dus niet verplicht, maar het is wel aanraden om die ook te implementeren. Hebben bedrijven ook nog wat aan die design rules? Want we hebben het nu voor overheden. Maar in de inleiding heb ik aangegeven dat we ook proberen iets voor bedrijven te betekenen. Ja, dat is natuurlijk een beetje tweeledig. Aan de ene kant, als je heel goed weet hoe je ze moet maken, kun je overheden heel goed helpen om een goede API te maken. Maar ik denk ook dat vooral dat het bedrijfsleven kan helpen dat we vanuit de overheid gelijkwaardige API's maken. Nu zie je vaak dat iedereen maakt zijn eigen afweging, waardoor je best moeilijk hebt als je heel veel API's met elkaar moet koppelen. En zeker in de huidige API-economie maakt het dat dan wel lastig. En dus proberen we eigenlijk ook hiermee de implementatie voor partijen die dit moeten implementeren een heel stukje laagdrempeliger te maken en makkelijker te maken. Ja, en hoop je dat veel bedrijven daarmee aan de slag gaan? Ja, ik denk dat er al heel veel bedrijven aan de slag zijn. Als ik in digitaal stelselomgevingswet kijk, dan zien we heel veel partijen die nu al API's implementeren. En dus ook al eigenlijk de API-strategie gebruiken, misschien indirect. Wat we nog wel hopen is dat er ook heel veel bedrijven zijn die ons willen helpen bij het maken van een goede API-design rules. Okay. Het is nu nog redelijk gebaseerd op ons als aanbieder van API's. En we zouden heel graag input willen van al die partijen die API's moeten implementeren. Wat kunnen we beter doen? Waar moeten we op letten? Waar maken we het toch nog te moeilijk? Dus, dankjewel. Goed verhaal, Jasper. Dankjewel voor je toelichting. Graag gedaan. En dan gaan wij door naar een volgend onderdeel. Ik ga op weg naar Han Zuidweg van het Forum Standardisatie. Hallo Han. Hallo. Op dit moment staan de design rules op de pas toe en leg uit lijst. Wat betekent dat nou voor mensen? Ja, het Forum Standardisatie, dat is, dat is eigenlijk de onafhankelijke organisatie van de overheid die de digitale overheid adviseert over het gebruik van open standaarden en ook of die standaarden dan verplicht gebruikt moeten worden. Als zo'n standaard op de pas toe, de zogenaamde pas toe of leg uitlijst staat, dan betekent dat eigenlijk een organisatie die gaat investeren in API's, die standaarden moet toepassen. Okay, dus best wel heftig, toch? Valt het op mee? Nou, het is in zoverre natuurlijk niet heftig dat het hele goede standaarden zijn en dat ze dat eigenlijk sowieso moeten doen. Het is natuurlijk alleen als je REST API's toepast. Okay. Dus, dankjewel. Ja, dus ik ben hier ook voor een reden. Het Forum Standardisatie. Een van de dingen die het Forum Standardisatie doet, is dus die pastoevligheidlijst beheren. En ik ben hier eigenlijk om het kennisplatform API's te feliciteren met de plaatsing van twee standaarden op de lijst. Dat zijn die twee standaarden die Jasper ook al noemde. Namelijk de REST API Design Rules en het Nederlands overheidsprofiel voor OAuth 2.0. Nou hoor ik sommige mensen misschien denken van, nou die man die ken ik, want die zit zelf ook in het kennisplatform. Dus die staan hier nu zichzelf een schouderklopje te geven. Of hun eigen vlees te keuren. Nou, dat kan ik wel wat nuanceren. Het is waar dat ik ook zelf in het kennisplatform zit. Maar ik ben helemaal niet betrokken geweest bij de specificatie van deze standaarden. Wij zitten in een hele andere werkgroep. Maar misschien nog belangrijker is om heel even aan te geven hoe zo'n standaard op de lijst komt. Wij als Forum Standardisatie zetten wij niet zomaar een standaard op de lijst. Dat doen wij niet zelf. Die standaard moet aangemeld worden. Als er zo'n standaard wordt aangemeld, dan gaat die een heel uitgebreide toetsingsprocedure door. Hij wordt eerst getoetst door
een onafhankelijk panel van experts. Nou, Frank, en volgens mij jij was er ook bij. Jullie weten, dat was een grote groep. En daar werd ook behoorlijk kritisch. Daar kwamen behoorlijk kritische vragen ook op die standaarden. Na zo'n onafhankelijk expertonderzoek komt er ook nog een openbare consultatie. En dan mag echt heel Nederland er wat van vinden. En dat gebeurt ook. Dus daar komt ook nog allerlei dingen. En pas dan wordt er een advies gegeven. En uiteindelijk beslist ook niet het Forum Standaardisatie, maar beslist eigenlijk de hoogambtelijke bestuur van of governance van de digitale overheid. Die hebben een verschrikkelijke naam. Dat heet het OPDO. Het overheidsbreed. Het overheidsbreed beleidsoverleg digitale overheid. Dat besluit uiteindelijk of die standaard op de lijst komt. Dus, nou, het is een heel lang verhaal geworden, maar je zal dus begrijpen dat dit echt een felicitatie waard is. Okay. Dus bij deze, ik ga aan jou, Michael, ja? Het certificaat, de oorkonde uitreiken voor de API Design Rules. En aan Frank voor het Nederlands overheidsprofiel voor OAuth 2.0. Heel hartelijk gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Ik zal zorgen dat hij bij Jasper en Joost aanlandt. Daar ga ik zorg voor dragen. En volgens mij gaat hier ook nog wat gebeuren. Ja. Nou, hartelijk dank. Ik neem dit natuurlijk niet alleen namens mezelf in ontvangst, maar ook onder andere Paul Dam. Die is altijd voorzitter geweest van onze werkgroep waar we deze hebben opgesteld. En ik wou in ieder geval ook nog Martin Borgman en Remco Schaar, zeker niet vergeten, noemen als mede-auteurs. Zonder hen was het echt niet gelukt. Het was een feestje om dit met jullie te doen. En zoals we net al zeiden, het was eind 2016 dat het idee geboren werd om niet de internationale standaard OAuth zomaar op de pastoer van de ruitlijst te zetten, maar dat we een Nederlands profiel maakten met daarin keuzes, zodat we het allemaal op dezelfde manier gingen doen. Want er zijn veel te veel mogelijkheden om die brede internationale standaard te implementeren. Mm-hmm. En het is toch heel mooi dat dat nu gelukt is. Dat we dat profiel hebben en dat we op een eenduidige manier kunnen gaan werken. Dus daar ben ik heel blij mee. Dankjewel. En ik denk dat we weer terug gaan. Oké. Michael. Dank jullie wel voor deze mooie prijzen, mooie certificaten die we gekregen hebben. We zijn dat als kennisplatform natuurlijk heel erg trots op dat we erin geslaagd zijn om Nederland een aantal producten te geven waar ze mee aan de slag kunnen gaan. Ik ga verder met onze volgende gast. Jasper gaf al even aan dat het hergebruik van overheidsdata heel erg belangrijk is. Ook in Europa zijn er veel ontwikkelingen op dat vlak. Wordt er onderzoek naar gedaan. En onze volgende gast, Monica Posada Sanchez, heeft daar onderzoek naar gedaan in Europa. En zij gaat ons iets meer vertellen daarover. Ik schakel over op het Engels om Monica te verwelkomen. Ik hoop dat ze er al is. Welcome, Monica. Are you there? Yeah. Can you see me? Oh, you will come in when the time is right. I'm here. Yes, I'm here. Yes, there you are. We see you now. Thank you. Monica, can you hear me? Yes, we can. Okay, perfect. Sorry. Monica is live from Italy at the moment. Yes. I understood. She's by herself. She's Spanish. And she's working in the Joint Research Center from the European Commission. Is that right? That's right. That's perfectly right. Yes, at the Digital Economy Unit of the Joint Research Center. Yes. All right. Interesting. I understood that you have researched the why, the what, and the how from APIs in government in Europe. Is that right? Exactly, yes. Why this research? So, the APIs are the connective tissue of the digital era. And they are in the sense that they are composable pieces of software that enable the integration between system actors in increasingly complex digital environments. In this sense, APIs are foundational enablers of the digital transformation of society. Governments are expected to keep the pace in this transformation journey. In particular, citizens, business, and other societal actors expect to have means to connect and interact digitally with governments in seamless processes. So in this context, our API team research focused on analyzing
the role that APIs have in this digital transformation, in particular, why APIs are relevant, what is the current landscape of API adoption in governments, and we built up a series of recommendations in the form of a framework of API adoption for governments. All right, thank you. You have a presentation prepared where you're going to tell us a little bit more about your findings of your research. I would ask everybody that is watching to, if you have questions for Monica, put them in the chat and we will ask her afterwards. You can start your presentation and present the findings to us. That would be very welcome now. Thank you. Thank you. I'm already sharing my screen. Can you see it? I see you at this very moment. And there's your screen coming. Yes, we can see it now. All right. It should be in. You see it moving? Oh, Monica, it's black again. All right. Then if Lorenzino can share the screen, I will stop my screen and I start talking just to go a little bit ahead. And if Lorenzino can show this slides, we will be able to go for them anyway. So first of all, thank you, Mikael, for giving us the opportunity. It's our pleasure to give you a quick summary of our research, the results of our research. I will quickly summarize the three main questions that we tackle. So the why, the what, and the how. So regarding the why, please, Lorenzino, go ahead. The question that we were posing to ourselves was, do APIs help governments to achieve their digital objectives? And indeed, our study concludes that they do. And the reason behind it is the high flexibility that APIs provide to digital infrastructures, in the sense that APIs are modular, easy to scale, and easy to monitor in terms of use, performance, and behavior. And this information is very useful to improve government processes, operations, to assess potential threats and support the development of mitigation measures, and also to identify key partners, both internal and external, and build up innovative digital solutions. This capacity for connecting systems and actors and to monitor the transactions give API-enabled governments organizations a high flexibility to innovate both public administration and policy-making innovation by streamlining the information flows to support decision-making and the monitoring of the actions. We observed a number of benefits and opportunities, such as the improvement of accessibility to public sector data, fostering innovation, efficiency gains, the enabling role of APIs in the creation of digital ecosystems. We also even found out that they create economic opportunities around public and private enabled API-enabled solutions. And our study also evaluated the cost and the challenges. And we found evidences that the return on investment on API infrastructure is typically very satisfying, and that the organizations get benefits beyond their expectations when they start coordinating and getting the best out of the integration of these API assets. We also found that the security is a big concern, and that API infrastructure needs and must address this issue in order to ensure the security of their entire API ICT infrastructures. Regarding the what, next slide, please. Regarding the what, so we observed that indeed APIs have been long present in ICT infrastructures of the government.
but that the adoption and the coordination is often not optimal. We've seen that the strategies of APIs in governments are mostly covering operational and tactical aspects, but very few cases are developing digital ecosystem vision. And we also identified certain areas on which the APIs were more widely used. This work also proposed a framework for a cohesive API adoption in government environments. After analyzing plenty of documents on best practices around the world from private and public sector, we set up a framework that structures the actions for organizations to move the maturity of their API infrastructure so that they can optimize the benefits that they can get out of it. We also put a tool to an online tool. This framework, and we published it on an online tool. You can go to this link that you have there. And you can understand what is the level of maturity that your organization has, and to get some hints on what are the aspects that you should be thinking about for moving your API infrastructure a little bit forward. And indeed, this is a very, very short summary of what we've done and what we said. But please feel free to go and check our report and contact us if you are interested, and we will be very willing to collaborate with any public organization that is tackling with this issue and would like to collaborate with us. Okay. Thank you, Monica. This was a clear vision of your findings. Can you tell us about the use of APIs by governments in Europe? Well, what is your image of that? So that's what I said. It's very uneven. So we have observed that that APIs exist at all government levels, local, regional, and national levels. The most developed ones are the local ones, because with all these digital twins and the smart city concepts are evolving very quickly and very fast. So there we start seeing the adoption of APIs in a massive way. At regional level, we have seen also quite a number of ecosystems building up. And national levels are a little bit more at ease. So they are more on an orchestration level, but not very often. So we cannot say that all it's an even distribution of the adoption of APIs. But what we see is that a government starts using APIs, it's a catalysis. It's very quick. All right. Yes. Thank you. One other question. You have seen a lot of APIs, I understand, or maybe not, but do you know, remember an example of an API that struck you as being very nice? Yeah, so we have, for instance, I will not select one. I've seen plenty of them that were very interesting. We have seen in the Netherlands, for instance, a very interesting case for the transparency of government. So the Institute of Statistics is collaborating with Open State Foundation, and they are setting up a system to expose how much the governments are spending on everything. It is an enormous exercise for transparency. In Italy, we have found at the regional level a very nice examples of cross-fertilization of digital services. For instance, emergency services that are using data from hospitals, from traffic, and this is all enabled through the interaction of the integration of APIs. Okay. Very nice. There are plenty of very nice examples indeed. Good to hear that.
One last question for you. You were talking about building ecosystems of APIs. What is the biggest challenge to get there? So what we've observed is that from the beginning, in our governmental environment, the cultural change is a point. So to get aware the decision makers on the on the value of thinking about this infrastructure as a interesting asset is something that is necessary. But one is got, as I said, is a catalysis. It just changed everything very quickly. Okay. And the other one is indeed security, the concerns of security. And this is obviously, yeah. Okay. Thank you very much for answering my questions. I understand there is one question in the chat also. So I switch to Frank for that question. Frank, can you help us out? Yes. Hi, Frank. Hi. I have one question nice here. Nice to see you again. Yes, nice to see you again as well. I have one question here from Menno Gemelig-Meiling, and he would be very interested in the findings of the European research on APIs. He wants to know where can I find the reports. So. Sure. I mean, I can share the link through the chat. I will be doing it in a moment. Yep. Let me just check. We might have it. I'm not sure, but. Yeah, so that would be very helpful, Monica. Thank you. Yeah, we're sending you the links to the report, and we will also be sending you an echo. So our join up collection, we are storing all the information that we are producing on APIs there, data sets, reports, events that we are organizing. So. If you join on this community, you will be getting some advances on what we are doing on at the European level in this research. Okay, thank you, Monica, for your answers, and thank you, your colleague Lorenzino, who's monitoring the chat. We will actually publish the link in the chat so that everybody can get to your research. And to your website where you can find further information. I switch back to Dutch to welcome our new guests, and that's Tony Sloos and Pieter Hering. Tony Sloos and Pieter Hering, they will take place at this chair. Ja. En ik mag overschakelen in het Nederlands daarmee. Soms is het makkelijker om Engels te praten. We hebben een heel verhaal gehoord over Europa. We zijn in Nederland ook hard bezig om aan de slag te gaan met API's. Ik zit hier met Tony Sloos van het API en URI-strategie, de penvoerder voor de digitaal stelsel omgevingswet. En met Pieter Hering, die als architect werkt bij Logius en nauw betrokken is bij de digikoppeling. Ja, goedemiddag. Ik wil graag met jullie aan praten over de keuzes en kansen en voor API's die jullie in de praktijk zien, want jullie zijn mensen uit de praktijk. En ik wil graag met jou beginnen, Tony. Waarom is in het digitaal stelsel omgevingswet ingezet op API's? Ja, er zijn een aantal redenen voor. Een daarvan is dat het digitaal stelsel is opgezet als een open stelsel. Dus de drempel moet laag zijn. Een andere belangrijke reden is dat het stelsel is eigenlijk geen centraal systeem, maar het is een stelsel van afspraken waarin je stukjes functionaliteit samenvoegt tot een samenwerkend geheel. En die dingen bij elkaar, als je dan naar gaat kijken wat is dan de meest geschikte manier om daarmee te ontwikkelen en wat heeft een breed bereik. En dan kom je al vrij snel op API's uit en dan specifiek volgens een RESTful implementatiestandaard. En dat hebben we neergezet en eigenlijk geconstateerd richting de markt. Dat is inmiddels 4 jaar geleden dat we dat gedaan hebben. Ja. En dat werd eigenlijk heel goed ontvangen ook door het bedrijfsleven. Omdat het ook makkelijker maakt om voor partijen om toe te treden. Ja. En dat hebben we vanaf dat punt hebben we dat eigenlijk doorgezet.
Wat zie je na 4 jaar nu gebeuren binnen het digitaal stelsel van Omgevingsnet en alle bedrijven die daarmee bezig zijn? Nou, je ziet eigenlijk met de nationale API-strategie dat het natuurlijk is verbreed. Hè. Dus de basis die we hebben gelegd, die zijn we nu verder aan het verbreden met meerdere partijen buiten het DSO om. Mm-hmm. En er is ook best wel animo van het bedrijfsleven of semi-overheid. Hè. Bijvoorbeeld de netbeheerders, die zijn ook in feite al aangehaakt om op die standaard aan te sluiten. Maar ik denk algemeen dat er een grote kans ligt, zeg maar, voor de overheid om echt als een platformaanbieder zichzelf te positioneren. Dus als je het hebt over digitale overheid, dan denk ik eigenlijk aan de overheid als een platformaanbieder die stukjes functionaliteit aanbiedt. Waar mede-overheden gebruik van kunnen maken, maar ook het bedrijfsleven. En het bedrijfsleven ook dingen kan toevoegen om de algehele dienstverlening te verbeteren. En dat zie je ook als een kans voor samenwerking binnen de overheid? Om op die manier met API's aan de slag te gaan? Ja, zonder meer. We hebben dat met Logius, zal misschien Pieter straks iets over zeggen. Vanuit de DSO hebben we ook met Logius samengewerkt om bijvoorbeeld het centrale OEN-register, om dat te koppelen aan het DSO. Omdat daar belangrijke gegevens voor ons in zaten. En dat hebben we met de API in een tijdsbestek van een aantal maanden hebben we dat in de eerste versie werkend gekregen. Okay. Dus je ziet eigenlijk dat de snelheid waarmee je kan ontwikkelen ook enorm toeneemt. Ja. En het ook complementair is. Hè. We hebben niks aan veranderd aan de registratie zelf. We hebben er een toegangspoort toegevoegd om dat makkelijker te maken. Nou, voordat ik naar Pieter ga, laatste vraag aan jou voor nu. Monica had het over een ecosystem om dat te gaan maken. Ja. Jullie hebben al een soort van ecosystem, begrijp ik. Kan je een beetje aangeven hoe dat werkt en hoeveel bedrijven en organisaties daarbij betrokken zijn? Als je kijkt naar DSO, digitaal stelsel, dan moeten we natuurlijk 355 gemeenten, 21 waterschappen en provincies en het Rijk aansluiten. Dus je praat al gauw over 600 partijen die aangesloten moeten worden op het digitaal stelsel. Dus dat is al een ecosysteem op zichzelf. Maar je ziet dat zich verbreedt. Dus ik denk dat het ecosysteem, hè, om de API's heen, dat is een heel belangrijk element. Dat werd volgens mij net in de presentatie ook al gezegd. Om dingen als bijvoorbeeld beveiliging en compliance rondom wetgeving, om dat ook goed te borgen. Ja. Dat wil je niet per API borgen. Dat wil je in het ecosysteem waarin die API's met elkaar samenwerken borgen. Ja. Dus, mooi hoe jullie daarmee bezig zijn in het digitaal stelsel. Ja. Pieter, hoe kijk jij aan tegen API's? Wat voor kansen en aandachtspunten zijn er vanuit jouw viewpoint? De kansen zijn dat, Tony gaf het al aan, de overheid heeft heel erg veel verschillende bronnen, verschillende manieren waarop ze data verspreiden. Ja. De kans is nu dat die veel gemakkelijker toegankelijk worden, waardoor er uiteindelijk inderdaad zo'n infrastructuur, een overheidsbrede infrastructuur ontstaat van punten die met elkaar veel makkelijker kunnen communiceren. Er ontstaat een keten waarin er veel meer gedaan kan worden met informatie. En ja, het belangrijkste is, het wordt ook makkelijker toegankelijk. Dus ja, iedereen op een zolderkamertje kan aan de slag om een API te gebruiken en daar hele mooie dingen mee maken die we nog helemaal nooit eerder bedacht hebben. Oké. Okay. Maar kom ik ook wel een beetje op de uitdagingen. Want ja, het moet niet alleen makkelijk toegankelijk zijn, maar het moet ook zeker in overheidstermen betrouwbaar zijn en veilig vooral. Ja. En Tony gaf het al aan, we hebben bij Logius een register van nummers. En die ontsloten wij voorheen vanuit een website, zodat je er gewoon heen kon browsen en kon kijken wat er is. En we hebben op verzoek van DSO hebben we daar ook een API op gezet en het daardoor makkelijk toegankelijk gemaakt. Maar dat betekent ook dat je een onderdeel wordt van een keten. En daardoor moet je opeens niet meer van 7 tot 7 beschikbaar zijn, maar eigenlijk 24 keer uur. Dus je moet ook gaan nadenken over een SLA of een DVO, heet dat geloof ik in het Nederlands. En dat zijn zaken die we bij Logius heel goed kennen, maar natuurlijk andere overheden misschien ook moeten leren. Dat ze natuurlijk steeds meer een schakel zijn in die hele grote keten die we straks als overheid hopen te gaan aanbieden. Oké, en hoe zie jij dat de design rules daarbij gaan helpen om die keten en die schakel op een goede manier in te vullen? Ja, het is belangrijk om te zeggen, mijn rol binnen Logius is
wij beheren standaarden. En het beheren van een standaard betekent dat je eigenlijk, heel erg flauw gezegd, een stukje papier beheert en zorgt dat iedereen daar input op kan geven, dat die dingen fatsoenlijk onderhouden zijn. En daar heb ik het over standaarden. En standaarden zijn heel erg belangrijk om snel met elkaar te kunnen samenwerken. De API Design Rules, Jasper gaf het eraan, die zegt iets over welke naamgeving moeten we gaan gebruiken. En hoe gaan we om met relaties? En hoe gaan we om met andere standaarden? Ja. En daardoor is het voor een ontwikkelaar, dus voor een gebruiker, veel makkelijker om te zeggen, hey, ik ga nu even deze API met deze API combineren, zonder dat ik elke keer weer hele tijd nieuwe verschillende onderdelen moet gaan. Gaan elkaar makkelijker en sneller begrijpen? Dan gaat het makkelijker, dan gaan we uiteindelijk het doel wat je wil bereiken is, ze worden veel makkelijk toegankelijk. En daardoor komt die versnelling, als wij willen naar zo'n overheidsbrede keten, zal heel erg versneld worden. Door met die standaard te werken. Ja. In mijn inleiding werd aangegeven dat je ook een soort van het gevoel had gehad dat we veel eerder met API's aan de gang hadden moeten gaan. Kan je daar iets over vertellen? Is dat zo? Dat was voor mij ook nieuw dat ik daarover. ik kan me nog herinneren toen ik bij Logius terechtkwam en ik de beheer van digikoppeling ging doen. Digikoppeling is een standaard die het mogelijk maakt dat overheden vooral veilig en betrouwbaar met elkaar kunnen communiceren. Want overheden wisselen nu eenmaal ook hele privacygevoelige informatie uit. Maar mijn vraag was ook, wat doen we dan met API's? En dat was in die digikoppelingsstandaard, wat eigenlijk klassiek op berichten is geënt, was dat nog niet aanwezig. En ik ben heel blij dat er nu die API's zijn. Want daardoor zie je wel een versnelling in de adoptie van bronnen. En daardoor zie je ook dat de aanbieders, vooral overheden, op hun hoofd zullen krabben en zeggen, hey, wij moeten misschien ook die kant op om die data makkelijker ter beschikking te stellen. Ja. Hey, dankjewel, mooi antwoord. Even terug naar Tony. We zijn nu 3 à 4 jaar bezig. Je vertelde het al binnen DSO, maar ook met het platform wat wij maken, het kennisplatform. Ja. Wat is er nu nodig de komende jaren voor die doorontwikkeling van het gedachtegoed rondom API's? Wat vind jij daarin belangrijk? Nou, ik denk sowieso de design rules verder verbreden. Goed nadenken over verschillende toepassingsprofielen. Zodat je in feite, het gebeurt nu al dat er een soort kern is en een aantal extensies. Ik denk dat het goed is om dat verder door te ontwikkelen en ook aan te geven wat voor soort interactiepatronen welke design rules nu toepasbaar moeten zijn. Dus het niet te strak zeggen van je moet dit gebruiken voor alles. Dat werkt niet. En een ander belangrijk aspect is denk ik het waar we net ook over hadden, het ecosysteem. Ja. API's staan nooit op zichzelf. En zeker binnen de overheid, dat zien we nu met name binnen DSO, dat sommige applicaties wel 4 verschillende API's gebruiken om tot een bepaalde functionaliteit te komen. En dat betekent dat je bijvoorbeeld met betrekking tot security ook goed na moet denken. Hoe voorkom je nu dat je 4 keer moet authenticeren? Hoe zorg je nu voor dat de identiteit die je hebt in de ene API naar de andere API? Nou, daar speelt ook bijvoorbeeld OAuth kan daar een rol in spelen. En daarnaast denk ik is ook beveiliging en compliance binnen de overheid is heel erg belangrijk. En dat wil je niet per API organiseren. Maar dat wil je eigenlijk voor een set van API's op organisatie en misschien wel overheidsbreed organiseren. En eigenlijk noemde het wel eens dat API's die zijn gewoon leuk, maar architectuur. Dus in feite een platformarchitectuur binnen de overheid neerzetten waarmee je de randvoorwaarden voor goede API's neerzet. Dat is ook heel belangrijk. Ja. En dat is ook wat je in de API-strategie van de DSO, de 2.0 versie, hebben we daar ook meer aandacht voor. Okay. En dan geven we bijvoorbeeld ook aandacht meer over introspecties van API's. Dat je kunt bekijken van, is een API, is die beschikbaar? Ja. Met welke versie heb ik te maken? Welke standaarden ondersteunen? Oké, dat zijn allemaal aspecten die extra aandacht moeten krijgen in de komende jaren. Ja. Jullie hebben ook heel veel te maken met wat je zei, je ecosysteem, andere bedrijven. Ja. Krijg je daar ook nog feedback van? Kan je 1 concreet voorbeeld vinden van waar zij last of
juist heel veel profijt hebben? Nou ja, wat we wel zien is dat we op bepaalde details binnen de design rules, dat er nog keuzes te maken zijn. En eigenlijk de boodschap die we van buiten krijgen is: ga daar niet te veel opties in maken. Dus het gaat bijvoorbeeld, een voorbeeld is het gebruik van links binnen responses. Ja. Daar hebben we nu voor de zogenaamde hallway standaard gekozen. En dat werkt. Hè, maar er zijn best wel discussies over alternatieven daarvoor. En eigenlijk is de boodschap die we van buiten krijgen: kiezen één en hou daaraan vast en ontwikkel dat door. Maar ga niet de ene kant van de overheid dit kiezen en de andere kant van de overheid dat. Daar gaat de NLAPI-strategie hopelijk ook bij helpen en de doorontwikkeling daarvan. Daar moeten we echt samen zeg maar, de juiste weg in kiezen en zorgen dat we doorontwikkelen. Okay. En dat is belangrijk. Pieter, heb jij nog aanvullingen op het verhaal van Tony als het gaat om doorontwikkeling in de toekomst? Ja, nou, ik kan alleen maar aansluiten bij Tony. Dat het belangrijk is om met elkaar ook tot die standaardisatie te komen. En dat we de hoeveelheid mogelijkheden met elkaar afstemmen wat we nou wel of niet gaan doen. En dat proberen zo klein mogelijk te halen. En een ander ding wat ik... Wij moeten natuurlijk vanuit de logisch, het Centrum voor Standaarden waar ik werk, ook vaak dingen vertellen over... niet iedereen is zo ver als Tony wat betreft... het werken met API's. Je moet nu ook, denk ik, heel veel voorbeelden presenteren. Wat hebben we nu gedaan en hoe hebben we dat gedaan? En hoe ga je dat doen? Nou ja, we hebben dat nu ook gedaan in de Week van de API's. Er is een college geweest over hoe we bij Logisch dan tot de keuze van een managementplatform zijn gekomen. Dat helpt andere organisaties om die stappen te maken. Dus het kwam even terug in de maturity... assessment. Ik denk dat organisaties daarnaar kunnen kijken hoe ver sta ik nu. En laten we ze vooral helpen door de ervaring en kennis die we hebben bij partijen die wat verder zijn, te delen met elkaar. Dus ik denk dat we die voorbeelden niet moeten vergeten. En ik weet dat heel veel geïnteresseerden daar baat bij hebben. Okay. Dat gaan we samen met Logisch proberen voor elkaar te krijgen. Samen met Logisch. Wij beheren standaard. Het is ook onze rol. Wij hebben niet alleen het beheren van de regels, maar ook te zorgen dat alles wat erover bekend is, dat je ook compliant kan zijn. Ja. Maar we hebben ook het kennisplatform APIs, waarin juist iedereen samenkomt. En daar zitten heel veel mensen bij die zeer interessante verhalen te vertellen hebben. Dank je wel voor jullie beide verhalen. Ik heb hier buiten beeld mensen druk zien meeschrijven vanuit het kennisplatform APIs met alle opmerkingen die je gemaakt hebt. Die komen vast in de werkgroepen de komende maanden terug en worden daar opgepakt. Als mensen van buiten nog opmerkingen hebben en aanwijzingen. Jullie zijn natuurlijk altijd van harte welkom ook het kennisplatform te benaderen met je eigen aandachtspunten. Dus dank jullie wel daarvoor voor je input. Dus veel kansen voor APIs. We zijn in ontwikkeling, we gaan daarmee door. Ook heel veel aandachtspunten. Een van die aandachtspunten, ik weet niet of jullie hem geraakt hebben, is ook het gebruiken van APIs. Ik heb even gevraagd net aan Tony of er bedrijven zijn die hele concrete aandachtspunten hebben. Iemand die dat in ieder geval wel heeft is Elma Tenner. En Elma is vanuit het RIVM betrokken bij het Citizens Science Program. Samen meten. En zij heeft gewerkt met APIs en geprobeerd een applicatie daarvan te maken in het Samen Meten programma. Welkom in de uitzending, Elma. Je bent online aangeschoven. Wat is eigenlijk het Samen Meten programma? We horen je nog niet. Nu wel. Denk ik, mijn microfoon. Ja, dankjewel voor de aankondiging. Het Samen Meten programma is opgezet om de ontwikkeling van het meten van sensoren, voornamelijk begonnen met luchtkwaliteit, te ondersteunen en te stimuleren. En zorgen dat die kennis verspreid wordt onderling. Want er waren meer verschillende mensen die zelf luchtkwaliteit gingen meten. En dat is ook iets wat kennis is, wat goed kan delen. En het RIVM kijkt ook de luchtkwaliteit landelijk en maakt daar ook de uurlijkse kaarten van. Dus extra input daarvan, van sensoren in steden en bij burgers zelf, helpt daarbij. En het Samen Meten programma is daarin uniek dat eigenlijk iedereen die nieuwsgierig is in het zelf meten van luchtkwaliteit, daar informatie kan vinden en de gegevens van kan delen. Dus zoals je hier ziet is het kennisportaal.
Daarin kan je informatie vinden over welke type sensoren er op de markt zijn, welke andere communities en projecten er al in Nederland gaande zijn. Daar kan je dan ook bij aansluiten. En we hebben het dataportaal. En op het dataportaal kan je je gegevens van je eigen sensor ontsluiten. En dat dan bekijken op de kaart met heel Nederland. Dus dan kan je ook de sensoren van andere mensen zien. Oké. Ja, dat zie je hier. Dus hier zie je al die bolletjes. Dat zijn allemaal sensoren in Nederland. Dus dat zijn er echt heel erg veel van mensen die zelf een sensor hebben. Sommigen zijn dat in een community met een gemeente, in een samenwerkingsproject. Maar ook mensen die zelf een sensor aanschaffen. En je hebt het, ook het sensor.community. Dat is opgericht vanuit Duitsland, een initiatief. Waar ze ook een handleiding hebben en materialen van om de sensor zelf te bouwen. En dit samen met het dataportaal, die haalt weer via een API die gegevens ook allemaal binnen. Om de Nederlandse gebruikers ook hun sensorwaarde laten zien. En wat vooral heel erg goede toepassing is om die gegevens allemaal zo te bundelen, is dat je dan ook een beter beeld kan krijgen van de kwaliteit van de sensoren. En ook daardoor een calibratie kan uitvoeren. Okay. En dat is een onderdeel wat wij dan doen met samen meten. En dat, zo werken we toe naar een meetnet waar iedereen zelf aan kan bijdragen. En dat de gegevens komen weer terug via een API, komt dat weer naar buiten. Ja, Elma, mag ik een vraag daarover stellen? Hoe lang zijn jullie al bezig hiermee? En kan je iets vertellen, want je vertelt van heel veel sensoren, dat zien we ook op de kaart, zijn neergezet. Maar wat is het doel en wat zijn de resultaten daarvan? Wat gebeurt ermee? Het is nu ongeveer, ik denk 3 jaar geleden dat het platform is opgezet. En toen is het eigenlijk begonnen om met luchtkwaliteit vuurwerk te meten. Om te zien hoeveel fijnstof daar tijdens een jaarwisseling tot stand komt. En het is gewoon echt de bezorgdheid of de nieuwsgierigheid van mensen om luchtkwaliteit zelf te meten en daar iets mee te willen doen. En daarom die tegemoet te komen, die mensen hebben we, dus die delen we informatie, maar hebben we ook de samen analyseren tool zijn we nu bezig aan het ontwikkelen. Ja. En dat is een tool waarbij iets meer van de data interpretatie en data analyse ook door mensen zelf kan worden gedaan. Oké, nu hebben we jou uitgenodigd om iets te gaan vertellen over het integreren van API's in die tool, denk ik dan, dat je daar mee bezig bent geweest. Kan je iets vertellen over je ervaring daarbij? Ja, zeker, zeker. In deze tool heb ik de API van het Samen Meten portaal verwerkt en ook die van het Luchtmeetnet en het KNMI, om die gegevens te bundelen, want die zijn eigenlijk de 3 belangrijkste gegevens die je voor luchtkwaliteit nodig hebt. En ja, ik ben zelf een data scientist, dus niet echt een developer, maar ik kon toch wel het is een puzzel om een API te implementeren en te gebruiken. En de collega's van mij die hebben de API opgezet, dus die kon ik ook genoeg vragen stellen. Want je moet toch wel uitzoeken van welke URL nou de juiste informatie geeft die je nodig hebt voor je eigen tool. Dus over het algemeen geldt dat als je duidelijk hebt van welke informatie je nodig hebt voor je eigen product of waar je naar op zoek bent, dan is het ook makkelijker om een API te gebruiken. Okay. Maar je gaf aan dat je dat hebt, maar wat ben je daarbij tegengekomen dan? Anders dan interpreteren van welke URL, hoe ben je daarmee omgegaan? Nou, je hebt bijvoorbeeld, deze API van het van Samen Meten Central Things API. En daar heb je eigenlijk je al je, het is niet zo dat je kan me voorstellen een sensor die meet bijvoorbeeld fijnstof op 10 uur 's ochtends op een locatie. Maar die API heeft de locatie, je hebt dus een sensor, die heeft een losse pad voor de locatie, die heeft een losse pad voor de waarneming. En die zitten alleen maar allemaal aan elkaar gekoppeld met een idee dat de computer begrijpt. Die heeft allemaal een uniek idee gegeven aan de sensor. Maar als je gewoon naar je sensornaam opzoekt, dan zie je die niet meer bij de waarnemer, want dat is allemaal aan een ander uniek idee gekoppeld. Ja. Dus dat is bijvoorbeeld een heel erg voorbeeld dat je denkt van ja, heb ik wel de goede waarneming? En dan ga je alle stappen terug en denk van ja, het klopt. Ja, dus voor jou als data scientist is het soms lastig om met API's op een goede manier om te gaan. Wat zijn dan vanuit die ervaringen die je nu hebt de aandachtspunten? Wat heb je tegen die ontwikkelaars bij jullie in huis gezegd? Hoe moet het in de toekomst anders? Dat ligt heel erg aan waarvoor je API instelt. En ik denk dat een van de valkuilen is dat als je data wil publiceren en beschikbaar wil maken voor iedereen, dat dan
als vanuit een ontwikkeloogpunt denk je van, nou ja, een API die lost alles op. Is openbaar, iedereen kan het bereiken en kan gegevens opvragen. Alleen ik denk dat je daar echt wel wat programmeerkennis voor nodig hebt om daarbij te komen. Dus als je iets wil ontwikkelen wat voor een breder publiek toegankelijk is, heb je toch een interface nodig en zelfs misschien een soort van richting van hoe je die data kunt gebruiken door te zeggen van wat voor visualisatie je kunt gebruiken of welk doel je ermee mee kunt beantwoorden of welke vraag je ermee kunt beantwoorden. Dat is iets wat gewone mensen kan helpen. Ik denk dat voor API's zijn wel heel erg goed als je wat van nog meer hebben gehoord. Als je platformen wil creëren, dus nieuwe producten wil maken, ja, dan moet je natuurlijk een API hebben die linea recta de gegevens kan doorsturen. Oké, en wat was er voor jou gevoel genoeg documentatie rondomheen? Werd je goed geholpen bij het bekijken van die API en het gebruiken ervan? Ja, omdat het dus een standaard, de SensorThings API ook een standaard is, was daarvan ook gewoon een beschrijving beschikbaar van welke mogelijkheden er überhaupt in die API zaten. Okay. Dus dat denk ik met standaarden, dat helpt wel heel erg dat je al ergens een beginpunt hebt waar je hoe het in elkaar steekt. Ja, nou dat proberen we natuurlijk ook met de NL-API-strategie te bereiken, zodat mensen sneller en makkelijker zich kunnen inwerken in de techniek van die API's. Nou, dank je wel voor je verhaal. Mooi uit de praktijk. Ook leuk om te zien wat jullie bij het RIVM doen en hoe je crowdsourcing gebruikt om kennis van wat er in Nederland plaatsvindt op het gebied van milieu te bundelen. Dat zijn mooie voorbeelden, mooie use cases als het gaat om het gebruik van de API's. Oké, dank je wel. Ja, dank je wel dat je er was. Ik moet hier even kijken waar ik nu zit. Ik zit aan tafel. Met Bart. Mijn presentatie is nu even uit balans. Ik zoek het even op. Bart de Lathouwer is inmiddels bij mij aangeschoven. Bart is de president, stond in mijn stukken, maar dat in Nederlandse vertaling is dat voorzitter volgens mij van het OGC standaardisatieplatform, Open Geospatial Consortium. En jullie houden zich bezig met internationale standaarden. En je vertelde in het voorgesprek dat je eigenlijk langzamerhand af wil van dat geotagging. Onlangs heeft de OGC de API Futures gelanceerd. OGC API standaarden, wat betekent dat wat jou betreft? Ja, nou dankjewel alvast om het te hebben hier aan tafel bij je. Zoals je zegt, mijn naam is Bart Lathouwer, voorzitter van de Open Geospatial Consortium. Wij brengen organisaties samen rond locatie, plek, geospatial. En standaardiseren is één van de drie dingen die we doen. Belangrijk is dat we nu zien, hoe ga je die locatie gaan gebruiken, zijn belangrijke zaken, niet enkel die standaardisatie, maar best practices daar rond. Mm-hmm. Om op je vraag te antwoorden, wat is dat nu? Wel, ik denk dat we getuigen zijn van een fenomeen dat locatie aan het mainstreamen is, aan het democratiseren. Mm-hmm. En niet enkel binnen een groep, de geospatial bubble, om even een COVID-term te gebruiken, bestaat. En die al 20 jaar heel succesvol binnen die groep gegevens kan delen. Findable, accessible, interoperable en reusable, the FAIR principle. Waar we nu getuigen van zijn, is middels die API's dat we niet enkel de geospatial community kunnen bedienen, maar dat we nu zeg maar heel de ICT, heel de IT-wereld van geospatial informatie kunnen gaan voorzien. He, in die geospatial wereld worden daar nu operationele beslissingen genomen op die OGC-standaarden die al 20 jaar prima werken. We gaan dat nu uitbreiden middels OGC-API. We zien het op de achtergrond hier de features staan. Dat opent een gigantische wereld voor ons. En dan misschien een beetje controversieel, hè, de Open Geospatial Consortium. Yeah, yeah. Ik wil niet zozeer van die geospatial af, laat daar geen twijfel over bestaan. Wel dat we een enabler gaan zijn voor zeg maar de ganse industrie. Yeah. Wat we voordien in die geospatial wereld deden, dat we dat plotseling voor iedereen kunnen gaan doen. Dat is een gigantische opportuniteit. Eigenlijk zeg je dat
GEO wordt business as usual. Ja, ja, goed, daar wil ik nog een intiem mee gaan. Ja, absoluut. Of als ik het op mijn andere manier zeg, is het van special is not special. Oké, okay, ja, mooi. Maar we herkennen wel de complexiteit daarvan. Okay. Hè? Dus je hebt een bepaalde kennis nodig om te kunnen geo-enablen. En die hebben we in onze community. Vandaar ook die opportuniteit die nu ontstaat. We zien ook binnen OGC bedrijven die in hun core niet geospatial zijn, die naar onze community komen. We hebben gisteren een press release gedaan rond Amazon Web Services, die op het hoogste niveau bij OGC binnenkomen. We hebben ook Microsoft als principal member mogen verwelkomen, TomTom. Dus dat zijn ja, de grote jongens die binnen OGC zien van hey, de geospatial gaat een hele industrie kunnen gaan enablen. We moeten daar rond tafel, rond die interoperabiliteit. We zitten nu op een moment in de geschiedenis. Ja, kijk naar COVID, hoe we dat analyseren. Je brengt een hele hoop gegevens bij elkaar. En je wil daar ja, beslissingen opnemen. Ja. Nou, als die gegevens niet interoperabel zijn, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Ja, je zegt, wat je aangeeft ook met die organisaties die binnenstromen van die API-standaard, de nieuwe API-standaard zorgt ervoor voor verbreding van ons publiek ook. Ja. Wat komt er sinds jullie, hoe lang geleden hebben jullie dat gedaan? Een anderhalf jaar geleden of zo is dat geloof ik Al langer? Wat betekent die ontwikkeling voor de OGC? Ja, het betekent voor ons een nieuwe opportuniteit. Maar we zien ook van hoe die dingen ontwikkeld worden. Een andere manier van werken. Hè? Ja. Als je naar het verleden kijkt, en we waren daar niet anders in dan anderen. Hoor, hè? Je gaat je specificatie vervolgens, ga je compliance, je gaat het testen en dan ga je het implementeren. Surf van een watervalmethode. Ja. Dat hebben we op zijn kop gezet. En we hebben concepten die werken en daar gaan we de spec rond schrijven. Ja. En tegelijkertijd gaan we compliance doen en we gaan dat testen en we gaan dat semi-deployen, allemaal op hetzelfde moment. Ja. Zodanig dat we veel korter op de bal kunnen spelen. Hè, die innovatie die er in de markt is, die moeten we op de voet kunnen volgen, anders ben je niet meer relevant. Ja. En de tools die we nu hebben met die API's, OpenAPI, kunnen we dat? We kunnen die innovatie veel sneller volgen. En daardoor kunnen overheden bijvoorbeeld het gaan mandateren van het gebruik van bepaalde standaarden. En je ziet, de industrie gaat die heel sterk herkennen. Je zegt, we gaan eigenlijk een soort van agile werkwijze binnen de OGC. Betekent dat we binnenkort iedere drie maanden een nieuwe release van de standaard kunnen verwachten? Er is een zekere een spanningsveld of een balans tussen stabiliteit. Anderzijds innovatie. Ja. Dat is ook voor ons zoeken natuurlijk. Maar we gaan daar korter op de bal spelen. En gaan dat meerdere releases zijn? Ja, dat moet je voor ons even uitzoeken natuurlijk ook. Ja. En dan, nu heb je dat binnen die API-features, heb je deze aanpak, deze werkwijze ontwikkeld. Jullie beheren meer standaards volgens mij. Ja. Die andere gremia binnen OGC, leren die daarvan? Nemen die dat over? Of hoe gaat dat? Ja, nee, dat is een hele goeie. Dus inderdaad, we hebben verschillende werkgroepen, zowel wat ik horizontaal noem, hè, de industrieën, de domeinen, als verticaal, de technologieën. En we hebben hier OGC API features staan. Daar is in dat daaronder ligt OGC API Common, wat ze allemaal delen. En dat genereert behoorlijk wat energie en enthousiasme in de verschillende werkgroepen. Zijn ze dan wel horizontaal of verticaal? Dat ze daar allemaal naartoe willen. En dus dat zie je dat vandaag gebeurt. En het is geweldig leuk om te zien. Ja. Absoluut. Een enorme stimulans voor de standaardisatie-community, zeg maar. Ja. Deze nieuwe aanpak. En buiten het OGC, want er zijn nog meer standaardisatie. Absoluut. Zie je dat deze aanpak zich ook verspreidt over andere organisaties? Ja. Of is die daar al? Nou, als je ziet natuurlijk OGC, wij opereren niet op een eiland. Integendeel, wij hebben hele sterke banden met onze zuster- of broederorganisaties. Zoals het W3C, zoals Oasis, ISO. Zie je diezelfde trend en daar leren we ook heel sterk van. Hè? Als je kijkt naar waar die OGC API's vandaan komen, dan is dat door een hele sterke samenwerking met het W3C. Hè? Ook in Nederland heeft daar een hele
invloedrijke rol gespeeld vanuit GeoNovum en het kadaster. En hoe share je nu die geos over data on the web en dan geodata on the web? Moet het speciaal zijn? Nee, diezelfde principes van sharing data on the web, die gaan we ook binnen onze eigen locatie toepassingen gaan gebruiken. Ja. En geo-informatie moet net zo vindbaar zijn, findable, de F van FAIR principle, middels de grote search engines, ja. Een eufemisme te gebruiken. En die moeten net zo vindbaar zijn als andere gegevens. Dus wij moeten gaan spelen net zoals iedereen dat speelt. Geodata as such is niks speciaals. Nee, oké. Okay. Ik vind het heel mooi om te zien hoe je enthousiast erover vertelt. En ook dat je laat zien dat je als standaardisatie organisatie steeds dichter op die praktijk zit. En daar sneller van leert. En dat jullie elkaar stimuleren om veranderingen tot stand te brengen. Ja, ja. Moeten, hè? Je praat vanuit het standaardenperspectief en we hebben het vandaag gehad over API's. Ja. Vanuit dat standaardenperspectief, wat zie je dan de grootste uitdaging voor organisaties die op hun afkomen? Ja, ik denk als we voor onszelf spreken, OGC, Geospatial Community, dan is het die omschakeling van uit onze bubbel komen. We hebben operationele systemen die er vandaag zijn en die gaan er morgen ook nog zijn. Ja. Maar je ziet ook die beweging van, die we moeten volgen in die democratisering. Dus het is die omslag die we moeten maken van onszelf terug uitvinden in de IT-wereld. En dat is ons prima aan het lukken. Vandaar ook dat die organisaties als een AWS en een Microsoft naar OGC komen. Dus daar is wel degelijk bewijs van. En de opportuniteit van de organisaties die nu in geo spelen, om dat helemaal te gaan laten openbloeien, is iets waar ik heel sterk op inzet binnen de OGC's. Van, hey, kijk eens naar die communities die we kunnen geo-enablen. Ja, kan je dan nog een concreet voorbeeld noemen van wat je van de week of deze maand hebt meegemaakt, wat daar een voorbeeld van is? Ja, misschien niet deze maand. Het concept van een maand is me erg vreemd aan het worden, om heel eerlijk te zijn. Okay. Deze, alles is ofwel vorig jaar, ofwel vorige week. Nou, dit jaar. Dus dit jaar. Ik neem een voorbeeld van communities die we kunnen laten groeien hebben binnen OGC. En waar ik onlangs contact mee heb gehad, is CDB. De Common Database. Is iets wat uit de vluchtsimulatoren komt. Is aan OGC gecontribueerd. Dan zie je van oké, dat scenes voor vluchtsimulatoren. Ik weet niet of je er iets bij kan voorstellen. En dan zie je van hey, dat kunnen we nu ook in andere domeinen gaan gebruiken. In gaming en simulation. En dan is er de link naar AR en VR. En dan zie je, hey, om dat te kunnen doen, hebben we een geopose nodig. Okay. En je ziet die verschillende domeinen die vroeger, zeg maar, op zichzelf bezig, dat we die nu samen kunnen brengen. En middels die API's is het niet meer specifiek voor de geowereld. Nee, die is plotseling bruikbaar door iedereen. Zitten we hier. Ja, en dat is ook het mooie ervan, want dan zijn we eigenlijk weer terug bij de start. Dat is het mooie einde van dit gesprek. We zijn weer bij die ecosystemen die opgebouwd kunnen worden door API's. Waar Monica het in het begin van de middag over had. Waar jij nu eindigt met door onze standaard open te maken met meerdere partijen te verbinden, creëren wij of helpen wij bij het creëren van die ecosystemen? Ja, absoluut. Zijn we er al? Nee, denk het niet. Dit is iets waar we behoorlijk wat energie in moeten stoppen. Vandaar ook, waar staat de camera dat ik erin kan zetten? Ja. Kom naar ons toe, join us. Dit is iets waar we hulp bij nodig hebben, waarin representatie vanuit die domeinen moet komen en mee komen oppikken. Standaarden is niet iets dat uit de lucht komt vallen. Dat is iets waar we met z'n allen gezamenlijk aan trekken. Ik wil ook even dankbaar zijn voor onze leden hier in Nederland die daar toch in investeren. Meer van dat zou ik zeggen. Welkom aan iedereen. Ik vind het een goede oproep aan iedereen die aan het kijken is. Hè. Vanuit ook mijn eigen beeld heb ik vaak het idee van standaardisatie is een langdurig traject. Dat is het natuurlijk ook, maar wat jij vertelt laat zien dat we langzamerhand kortcyclischer daarmee kunnen werken en dat je ook een bijdrage kan doen als je eventjes meewerkt. Ja, je zei het zelf, hè. Anderhalf jaar zijn we hier nou mee bezig. En we hebben de OGC API features al een ISO-standaard. CRS is vorige week goedgekeurd. En zo gaat er een heel stel komen dit jaar en volgend jaar. Dus het wordt nog heel leuk. Oké.
Dankjewel voor dit mooie verhaal en dit inspirerende verhaal. Dat brengt ons alweer bijna tot het einde van deze uitzending. Mogelijk is er nog één vraag uit het publiek. Ja, er is een vraag. Frank, kan ik jou, heb jij nog een microfoon? Ja? Zeker. En ik zou ook Tony willen vragen om bij ons te komen. Dan moeten we even wisselen, Bart. We hebben inderdaad één vraag binnengekregen van Ton Donker. En die vraagt, HAL werd genoemd als implementatie van HTO, als Hypermedia is die Engine of Application State, zoals dat zo mooi voluit heet. Hele mond vol? Ja, hele mond vol. Maar gaat HTO als het dynamisch teruggeven van links dus, want daar gaat het om, gaat dat echt werken? En beschouwen jullie een API die geen HTO als ondersteunt, als niet restful? Nou, dat is één vraag. En die kan Tony beantwoorden, begrijp ik. Tony, ja, ik ga mijn best doen. En probeer ook het brede publiek daarbij voor het ogen te houden. Ik ga mijn best doen. HAL gebruik positioneren wij als hypermedia. Dat is in feite het teruggeven van links binnen de API of naar andere API's. Dus dat maakt het eigenlijk mogelijk om op resultaten te navigeren, zou je kunnen zeggen. Binnen DSO gebruiken we dat vooral binnen de context van één API. Dus we gebruiken dat bijvoorbeeld voor paginering. Dus dat je een pagina terugkrijgt en een link krijgt naar de volgende pagina en daarmee door de pagina's kan lopen. Maar ook voor het verwijzen naar zogenaamde subresources. Je zou kunnen bedenken dat je een klant of een ordersysteem hebt en dat je voor een klant een lijstje van orders krijgt en dat links zijn die naar de orders gaan. Mm-hmm. En dat is ook de context waarin ik zie dat het ook succesvol toegepast kan worden. Een andere vraag is meer als je dat HTS constraint zou toepassen over API's heen. Is dat je van de ene naar de andere API zou kunnen gaan. Dus maak je eigenlijk een context switch, bijvoorbeeld van hele andere functionaliteit. Ja, dat is nog wel iets waar we eigenlijk geen ervaring mee hebben. En dus daar is wel de vraag, is dat goed toepasbaar? Die standaard of dat architectuurpatroon is best wel oud. Er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen. Dus je zou eigenlijk moeten kijken van als we dat gaan doen, hoe is HAL dan nog de juiste keus? Okay. Dus HAL binnen de context van een API, paginering en subresources prima. Maar breder zullen we denk ik ook met de community die we hebben moeten onderzoeken wat daar nou de juiste keuze in is. Ja. Dus het is misschien goed om te zeggen, dus op de vraag beschouwen we dan als niet restful als je het niet ondersteunt? Nee, dat is niet het geval. Nee, dat is niet het geval. In de REST API design rules die nu op de pas toegevoegde uitlijst staan, staat deze eis niet. Dus we hebben een extensie, die gaat over paginering. En dan zeggen we, als je paginering wil toepassen, dan is er een best practice om met gebruik van HAL dit toe te passen. Maar die is niet normatief. En dit soort vragen bespreken we ook in het kennisplatform APIs, in de werkgroep Design Rules, denk ik met name. Ja, zeker. Heeft het aandacht daar? Hoe heette deze persoon ook alweer? Deze persoon, Ton Donker. Ton Donker, als die nog niet al mee denkt met ons, dan nodigen we hem hierbij uit om eens uit te gaan leggen hoe hij daarin staat en te kijken van wat we daar kunnen betekenen voor hem. Ja. Uit het antwoord van Tony hoor ik van dat we vooral moeten kijken naar het toepassingsgebied waar je bepaalde standaarden laat gelden en waar niet. Ja. En in het ene waar we het nu hebben gedefinieerd, dan past het. Maar op een andere context zouden we misschien andere technieken moeten toepassen. Nou, en zoals gezegd, het is een constraint. Hè? Dus je kunt ervoor kiezen om het wel of niet toe te passen. Het is een optioneel ding. Ja. En dat heeft in het bereik dat wij toepassen, heeft zijn nut al wel bewezen. Hè? Maar wil je het breder toepassen, zou je echt moeten kijken van wat zijn dan de alternatieven en waar kunnen we die hele breedte mee aan? Ja. Okay. Dus ik zou nogmaals jou uitnodigen. Dat was de vraag, ja. Ja, dat was de vraag. Dus ik wil nogmaals jou uitnodigen. Denk mee in onze werkgroepen, willen herhalen. Ja, kijk op onze website apigov.nl. Daar kan je de werkgroepen vinden. En dan kan je meedenken over de toekomst van onze API design rules en onze extensies. Okay, dank jullie wel. Blijf gewoon even nog zitten. Dan hebben we geen veranderend beeld. Dan zijn we mee het einde gekomen van deze middagsessie van het kennisplatform van de week van de API. Alle sprekers hier aanwezig, hartelijk bedankt voor jullie input. Het was mij een genoegen in ieder geval om met jullie te spreken. Er zijn veel vragen beantwoord, denk ik, van mensen. De vragen in de chat die er zijn geweest, die zijn ook zoveel mogelijk beantwoord. De documentatie en alle werkgroepen kunnen jullie vinden in de website van Geonovum. En ik ga ervan uit dat er ook een link wordt gepost in de chat zo dadelijk. Dit
webinar is opgeslagen en komt online te staan. Jullie krijgen daarvan bericht als het online is. Deel het ook met jullie collega's die hier wellicht geïnteresseerd zijn. Voor ons is het belangrijk dat we de community rondom API's versterken. Dat is belangrijk voor Nederland, dat is belangrijk voor overheden en het is belangrijk voor bedrijven. Dat we alle kennis die er is proberen te bundelen. Morgen is er nog een laatste masterclass. Die gaat, als ik het goed begrijp, over developer.overheid.nl. Dat is een plek waar heel veel API's van de Nederlandse overheid te vinden zijn. Dan wel waar ze in de toekomst allemaal te vinden moeten gaan zijn. Dat verhaal morgen. Is een interessant verhaal. Sluit daarbij aan als je kan. En ik dank nogmaals iedereen. Een fijne middag. Een goed Sinterklaasfeest. En tot ziens en tot bij het volgende event. Dank jullie wel.